tuintje, Wietse. Eén dingetje als ik aan Japanse tuinen denk. Er was 20, 30 jaar geleden was er een tuinman. Oh. Die heeft heel Nederland gek gemaakt van bonsai. En dat klopt. Rob heet hij. Dat klopt, ja. Dat was jij, hè? Ja, ja, nee, dat klopt. Dat ben jij. Dat waren prachtige bonsaiboompjes, maar die waren voor de tuin of de huiskamer. Ja, van die kleine dingetjes. Ja, en die hebben zo'n plat pot, hè? Ja. Maar ja, dan heb je ook wortelsnoei. Kijk, die is ook een bonsai. Nee, hou op. Dus ik... Nee, dit is ook een bonsai. Oh, dus bonsai is niet zeg maar de merknaam, maar een snoeiwijzer. Nee, het is landschap in miniatuur. Oh. Want kijk wat ze hier gedaan hebben. Als ze deze hadden laten doorgroeien, kijk je er niet doorheen. Dat is een hele grote bos. Nou kijk je er doorheen en zij zorgt dat die boom niet groter wordt. Die boom is 100 jaar oud. Hou op. Ja, de tuin is in 1910 aangelegd. Weer wat geleerd. Maar ik ga jou nu een geheimpje verklappen. Ja, meen je dat? Ja. Wat een sfeertje, Wietse. Ja, het is echt fantastisch. Hé, hey, Japanners hebben geen wijn, denk ik, hè? Nou, kijk, ze hebben niet echt wijn in de zin van... Ze hebben sake, hè? Sake, de rijstwijn. Sake, ja, kijk, sake, dat is een rijstwijn. En wijn, zoals ik daarover spreek, wordt gemaakt van de Vitis vinifera. De druif. Exact, exact. Voordat ik hiermee ga beginnen, ga ik je eerst even wat in het glas schenken. Want ik heb een geheimpje namelijk. Want dit komt niet uit Japan, maar dit komt uit Portugal. Moet me even laten walsen, begrijp ik. Ja. Alexander is de wijnmaker. Is in 97 begonnen, 1997, op 37 hectare. Ten oosten van Lissabon, Lisboa. Het is een beetje eigenzinnige man. Waarom? Hij fokt zijn eigen paardenrassen, dus lokaal daar. De ezels heeft hij daar. En hij gebruikt inheemse druivensoorten. Die niemand kent? Nee, ja, ik ken ze wel qua smaak, maar qua uitspreken... Ja, dat laat ik even hier ergens ondertitelen zo meteen. Want het zijn echt inheemse druivenrassen. Ja, het geheim van deze wijn is... dat Alexander die oogst de druiven 's nachts. Hij plukt ze 's nachts. Als ze tot rust gekomen zijn. Ja, als mensen slapen, als druiven slapen, zeg maar, dan zit er niet die spanning meer op, hè, van die brandende zon. Want het is daar loeiheet overdag, dan moet je niet gaan oogsten. Dus hij gaat echt 's nachts de wijngaarden in om die druiven te plukken. Een deel daarvan, na de vergisting, gaan op roestvrijstalen tanks. Een deel daarvan gaat op Amerikaans en Frans eiken. Dat blendt hij, dus die vier verschillende druivensoorten. En dan krijg je een hele harmonieuze wijn. In geur, kleur, smaak en afdronk. Het is een beetje zoet en is een beetje droog. Nou, je wordt echt een beetje wijnconnoisseur. Ja, nou ja, eerlijk, week krijg ik les. Wat wil jij nou? Voordat ik het vergeet te zeggen, zorg ervoor dat wijn geen koorts krijgt. Koorts krijgen? Weet je waarom? Nee. Kijk, om mij schrappen ze uit alle wijnboeken en op alle etiketjes het woord kamertemperatuur weg. Waarom? Om kamertemperatuur is veel te hoog. Krijgt die koorts, wordt die warm gesfeerd, dan gaat het mooie rijpe fruit naar de achtergrond. Dan komt die harde alcohol die komt naar voren en bittertjes komen naar voren. Dat willen we niet. Je voelt het ook veel eerder zitten. Ja, dus wat ik nu heb gedaan, op een 16, 17 graden serveer ik deze wijn hier. Ja, prachtig. Ik vind het een beetje een ontdekking. Net zoals we deze prachtige Japanse tuinen samen mochten herontdekken. En je blijft er lekker fit en fris bij. Op de Japanse tuin. Ja, met een knipoog naar Portugal. Ja, zo is dat.